We zijn nu met 100 plus TeamUp vrijwilligers en jou hebben we ook nodig. Als TeamUp vrijwilliger ben je wekelijks op een AZC met een team van hele inspirerende TeamUp facilitators aan het werk. Met sport, spel en dans. Je bent gewoon één middag in de week echt waardevol werk aan het doen met kinderen die misschien een hele moeilijke tijd achter de rug hebben. Die kinderen die verdienen het en ze laten je merken in alles, in hoe ze kijken en hoe ze doen en hoe ze je begroeten, hoe goed het voor ze is. By the end of the session you will see the smiles, the laughs, the gigglings. It's really nice. Elkaar een knipoog geven, een duim omhoog, dat soort kleine dingen. Dat is waarvoor we het ook doen. Je ziet vaak dezelfde kinderen weer terug en je bouwt een band op met ze. En dat je op die manier voor die kinderen wat kan betekenen. Zelfvertrouwen, ze worden meer aanwezig, ze krijgen energie, ze maken contact met elkaar. Dat is heel leuk. Je krijgt er een week energie van en dan ga ik weer team-up doen, dus dan heb ik weer energie. We zoeken mensen die voldoen aan een profiel. Dus je hebt al wat ervaring in het werken met kinderen. Je hebt een sportachtergrond bijvoorbeeld. Je bent 21 jaar en ouder. En als je je dan aanmeldt en onderdeel wordt van TeamUp, dan word je onderdeel van een team wat voor langere tijd wordt ondersteund, getraind. Je wordt echt onderdeel van de drie organisaties, War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. If you want to make the change, please come and go for it. I think TeamUp, it's the perfect place for people who want to make a difference in this world.